Deze week bij Zo Zit Dat best een aardige stelling. Helmonders hebben niks in te brengen. Deze week hebben we best een aardige stelling. Helmonders hebben niks in te brengen. Oh jawel, toch wel? Zou je dat ook voor de camera willen zeggen? Ja, vind ik wel. Ik vind de helmonders met name, ik zit zelf in de klankbordgroep. En dan hebben de helmonders toch wel wat in te brengen. Dus ik breng regelmatig dingetjes naar voren. En daar wordt toch wel mee gewerkt. Nee, zoek maar eens iemand braaf uit die er gewoon beter weet dan ik. In de wijkvereniging heb ik dus wel wat al gedaan, ja. Ja. Maar ook richting gemeente dan? Ja, richting de gemeente. Ja. Nou, dan zijn we er al. Zou je er in de studie iets over willen zeggen? Dat zal wel moeten dan, denk ik. Nou, moeten is een groot woord. Ik vind dat helmonders hier in Helmond niet veel in te brengen hebben. Want ik kom dan zelf uit het noorden des lands. En als je kijkt wat hier gebeurt met de binnenstad, dat wordt allemaal maar bepaald door de gemeente. En in Assen, waar ik dus zelf eigenlijk vandaan kom, daar werd dus echt alles door middel van de bewoners gedaan. Dus ik vind dat helmonders niet veel in te brengen hebben. Ja, ik denk het wel. Helmonders hebben zeer zeker iets in te brengen. Kijk maar naar het initiatief van de jeugd. Festival Impact is begonnen doordat ik de jeugd in Helmond vond dat er te weinig voorzieningen waren. Helmond is daarna scholen gaan benaderen. Die hebben eigen initiatief een stichting opgezet. En dat is nu ons tweevoudig festival Impact uitgekomen. Dus Helmonders hebben zeer zeker iets te zeggen in Helmond. Helmonders hebben niks in te brengen. Dat is waar. Is dat waar? Ja. Ja? Wilt u dat ook voor de camera zeggen? Ja, nee. Even in een minuutje, heeft u een voorbeeld? Nee. Ja, nee. Of is het het gevoel? Ik denk dat hun dat ook uitmaken wat er gemaakt wordt, of niet? En wie is hun dan? Ja, de gemeente dan. De gemeente? Ja. Of niet? Nou, als u dat gevoel heeft, dan moet u dat zeggen voor de camera. Nee, ik zeg niks. Nee? Nee, nee. Nee. Ja. Het is toch wel dat je wel merkt als er iets verandert en dat je er toch wel iets over kan zeggen. Wij weten dat als je in de aanvang van een proces burgers, partijen, bedrijven bij de beleidsontwikkeling betrekt, dan kom je in het vervolg van het proces, gaat het allemaal wat sneller. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je de verschillende partijen hun mening kent voordat je echt tot beleidsontwikkeling en beleidsuitspraken komt. En wij besteden daar veel tijd aan, zowel voor jong als oud bedrijven. Ik heb al gezegd, iedereen breed zou moeten kunnen meepraten als het gaat om beleidsontwikkeling in Helmond. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Young Together. Wij doen tegenwoordig heel veel jeugdbeleid ontwikkelen in een samenspraak met een groep jongeren die dat ook graag willen en ook willen bijdragen aan de verdere vervolmaking van die stad, ook voor de jeugd. Maar we doen het ook met bedrijven als het gaat om bijvoorbeeld keurmerk veilig ondernemen of het parkmanagement. Ook daar zitten we heel veel met het bedrijfsleven aan tafel om samen dat beleid inhoud te geven en vorm te geven. En dat werkt. Kent u het programma van de gemeente Helmond TV? Zo ja, zit dat met ken de stoel? Ik nou, deze keer hebben we best een aardige stelling. Helmonders hebben niks in te brengen. Heeft u daar een mening over? Hè? Of Helmonders iets in te brengen hebben? Heeft u daar een mening over? Over die stoel daar, bedoel ik? Nee, want ik heb er wel een verstand van die meubels hoor. Nee, maar het gaat. Ja, maar hier, dat geeft. Nee, dat doet mij niks. Nee, dat doet mij niks.